1, 2, 3. Muziek is de grote passie van de Leidse dirigent Martin van der Brugge. Hij vertrouwt daarbij al jaren op zijn geoefende gehoor. Totdat hij tijdens de jaarwisseling van 2019 een groepje jongens met vuurwerk tegenkomt. Vanaf de grond had hij een soort van vierkant rotje en paf, dat ontplofte daarbij. Maar op dat moment hoor ik een enorme ruis en een suis en een piep in mijn oor, maar ik denk, nou goed, dat gaat wel over. Maar het gaat niet over. Martin blijkt lichte gehoorschade te hebben en daarnaast heeft hij last van een constante piep in zijn oor. Wat ik echt niet meer kan, is in de orkestbak spelen. Want daar moet ik, daar is het geluid zo enorm. Dus voor opera's, musicals, operettes, dat heb ik allemaal gedirigeerd. Daar is de klank waarschijnlijk toch net iets te hard. En dan moet ik in ieder geval dit soort oorpluggen gebruiken. Wat betekent het voor je dat je nou niet meer alles kan doen qua muziek? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Nogmaals, ik wil nog 20 jaar dirigeren, doe me ontzettend veel plezier. Ik denk dat de meeste mensen mij kennen als een zeer enthousiaste dirigent. En dat ben ik, passie voor muziek. En het is ook heel vervelend dat het door zo'n jongetje van tussen de 14 en 16 jaar eigenlijk een streep doorheen getrokken wordt. En nu fortissimo! En dus pleit hij voor een vuurwerkverbod. Ik hoop gewoon, en ik hoop ook dat de burgemeester van Leiden, meneer Lemferink, ook nog eens een keer gaat beseffen, kom op voor de slachtoffers van vuurwerk. En zorg ervoor dat dat gewoon nu echt, mocht er geen landelijk verbod komen, zorg ervoor dat wij Leidenaar in ieder geval veilig blijven. Want je hebt levenslang. Mooi.